CP. Hoe ziet die rijder? Voorzitter, CP. President. President. Na een exercitie is unaniem besloten dat voor wat betreft de invulling van de positie van voorzitter van de Nationale Assemblée aangewezen is de heer Paul Somohadjo. En voor wat betreft de invulling van de positie vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, de verwachting is uitgesproken dat die positie zal worden ingevuld door meester Ruud Weidenbos. Voor wat betreft de posities van vicepresident is besloten dat die positie zal worden voortgebracht door de A-combinatie. Voor wat betreft de invulling van de positie, welke zou worden voorgedragen door het Nieuw Front, is besloten dat het de VHP zal zijn die een kandidaat zal leveren voor de bezetting van de functie van president van de Republiek Suriname. Maar het is niet van een leien dakje gegaan, want de president heeft aparte gesprekken moeten voeren. En ABOP heeft ook nog met de structuren gesproken. Dat getuigt alleen maar dat wij op een democratische wijze zijn gekomen tot de besluitvorming. En de democratische gezindheid is een van de belangrijke kenmerken van de organisatie, welke hoopt om met overtuiging te werken aan de verdere invulling en houtgeving aan het bestuur. Is er al beslist of ABOP of BEP het gaat krijgen? BEP. BEP. Ja. En de naam? Ik weet het niet. Als het aan mij lag, dan zou het meneer Alendi worden. Maar de BEP moet nog zeggen wie ze willen. Meneer Alendi, wordt u het? Nou, dat is echt duidelijk een aangelegenheid van de partij. Maar we zullen natuurlijk het overleg met de andere partners van A-combinatie dat in gemeenschappelijk overleg doen. Opgelucht? Natuurlijk zijn we allemaal opgelucht, want het is de bedoeling om zo snel mogelijk een regering in elkaar te zetten voor dit volk. Heel gesproken, meneer Jozefsson was er ook bij. Dat overleg heeft heel lang geduurd. Wat moest zo besproken worden voordat u weer in dat andere overleg ging? Nou, het is gewoon simpel dat in de kamp van A-combinatie nog verdeel van mening dat A-combinatie heeft 7 zetels, de PL heeft 6. En dat A-combinatie eerst moet kiezen of ze de voorzitter van het parlement wil hebben of A-combinatie genoegen neemt met de vice-president. Dus dat was het. En in A-combinatie zelf heeft de BEP gezegd van wij kiezen voor de vice-president. En aan de kant van ABOP en CK was het de voorzitter van het parlement. En dus die standpunt, dat is van waar we hier komen. Dus het ding was nog niet los. Maar gelukkig de structuren en in belang van de samenwerking die we nu hebben, in belang van de samenwerking zeggen we, laten we nu eens een inrichting zetten. Meneer Brunswijk, hoe gaat u garanderen samen met de andere partners dat iedereen disciplinair gaat stemmen? Wat betreft de assembleeleden, kan ik wel de garantie geven, want die is een kleine groep.